je hè? Hallo! Goed. Jij weer. Zoals jullie kunnen zien, het hoeft niet meer dakloos, nee! Dit lijkt amazing. De mensen van Kraus Constructie is bezig om so te move. En hulle wikkel, hulle boude, want ons gaat nie op die dag in die huis trek. Al lijkt het nog so nie. Hulle werk baie hard om het voor ons so gauw as moontlik klaar te kry. En ons is baie opgewonden om die eindresultaat te zien. Ja? Kom, ga nie altijd zo op aan die einde van die zin? Het is mogelijk is. Is het? Ek het hoog standaarde. So hoog soos ons dak? Eindelijk nog hoog. Hoe hoog is die dak as jy nou die sin moet eindig? Ach! Hoe is die taarde? Julle, dit is baie opwindend. Ek staan in my kombuis. En hy is nou opgebreek, die muur tussenin is uitgebreek, so jy kan meer een idee kry van hoe lekker ruim dit behoort te wees. En die open plan gevoel wat hierdeur gaan na die portaal, die eetkamer, en die eetkamer, mense kan sien tot, ek kan nie sien sien van hier af, ek kom buis uit. So daar mag net nie een kas of een van haar ornament voor my staan nie, maar ek kan het sien, kan jy dit sien? Hier is my sien, dit is baie lekker. Ek staan nou hier op die dek waar ons een lekker oop gevoel het wat uitgaan naar buiten toe. Dit kom nou ook baie mooi aan, dit moet nou nog een plafond en een dak oorkom. Maar die braaivleisplek is reg, die spasie is hier so. Dit gaan lekker vloei in naar die leefarea. En dit begin al hoe meer lyk na waar ons gedroom het. So dinge raak nou baie opwindend. Onder my is grond. Wat opgevul is, hier gaan die nieuwe eetkamer area wees. Hulle het eers groot gate hier so gemaakt, want dit is nodig om dampproofing en allerhande sulke goeders aan te vang. En sodat ons die vloer kan opvul en het kan gebruik vir die eetkamer area. Ek sit op die vensterbank van die boonste kamer vertrek wat uitkyk ook oor die see en waar aan die agterkant het ons twee kantore, kantoor van my vrou en sorry, kantoor nie, studio. En ook een kantoor van ons assistent. En aan die voorste leefvertrek is een verdere tv/ontspanningskamer. En later kan het ook die aparte leefvertrek vir ons tienerseuns wees. Ons sal nog sien hoe die dinge uitdraai daar. Maar soos jy kan sien ook een baie mooi uitsig van hieraf. Ons het regtig probeer met die planne om die uitsig te maximise. Ek gaan ook aan die ander kant hier so uitwys na die berse kant ook een baie mooi uitsig. Nie die see nie, maar ook die rest van die omgeving.